Wat is er, man? Wat is er? Wat is er? Dit is boksbeugel P, bro. Oh, we zijn weer onderweg naar Hans Piet. Oh nee, hier zijn flitsers. Oh, en weer een boete gepakt. 11 euro. Gadverdamme. Hansje! Dit ding aan morgen worden. Bro, zo. Wat dikke bakkie, bro. Wat is dat? Je ziet hem voor het eerst, hè? Oh, dit, bro. Bro. Voor jou. Ja, man. Kijk hier. Kijk hier. Kijk hier. Kijk hier. Kijk. Kijk goed naar mijn hand. Kijk goed naar mijn hand. Kijk goed. Oh, dicht. Oh. Open, man. Lekker, man. Wil je rijden? Ga je mij met rijden? Ik rijd je auto gelijk weer 3 minuten kapot. Oké, okay, oké. Okay. Ja, we zitten in de familie. Man. Zo, je voelt de G-Force wel, hè? Zo, joh. Ja, ja, de flitspalen voelen hem ook, pik. Ja, dat begrijp ik ook. Ben je ook? Oeh, Adeline, bro. Oh, man. Ik heb nog een verrassing, man. We gaan even naar mijn huis toe. Oh, ik heb die auto nog niet altijd even onder controle. Ja, we gaan gewoon even rustig rijden, man. Ik ben die boetes even helemaal zat. Ik bedoel, en wat heb je aan boetes als je het geld ook uit kan geven in de casino? Ja, daar ben ik ook goed genakt in, man. Ik heb al mijn geld kwijt. Oh, zit ook in de familie. Ja, helaas wel. Oh, man. Yo, bro. Yo, man, let op, jongen. Oh, bro. Ik geef alleen één hint. Mensen gaan hun tanden kwijtraken, let op. Aanschouw. Kijk de klauw, kijk de klauw. Oh, dit heb je nou een boksbeugel daar, Mattie. Oh, je bent zo gevaarlijk, hè? Bro, weet je, ik heb een nieuwe naam, pik. Ik ben Boksbeugel P, bro. Boksbeugel P. Boksbeugel P, bro. Is lijp, hè? Hoppa, ja. Hoppa, bro. Gaan we... Naki. Complete, let's go. Let's go, man. Daarom, we moeten even mannen uitdagen totdat ze ons de eerste klap geven en dan gaan ze knock-out. Ja, toch. Ik doe wel stoer met ze. Wil je racen, Oele? Wat zeg je? Wil je racen, Oele? Je gaat niet halen, man, bro. Ga ik niet halen? Nee, man. Oké, okay, ik tel af, goed? Als hij groen is. Ah, 3, 2, 1. Oei. Hey, wat? Dag. Mannen zijn achter. Bro, hey, waar? Is leeg. Waar was je? Benzine is op, man, bro. Ja, smoesjes, bro. Bro, benzine op, man. Oh, benzine op. Net zeg je nog, ik ga niet redden. Als ik benzine had, die was eruit geblazen, bro. Bro, gaan benzine halen, zet... Ja, toch? We gaan voor 10k spelen. Wat, voor 10k? Ja. Maak die 10k alvast over. Jij bent gek, dat zie ik al nooit meer. Wil je mee? Ja, man. Bro, je ziet eruit als zwerven met die gaten in je shirt, man. Ik weet, man. Ik ben een beetje scared. Een gaan maken. Nee, je bent zo tegen die zwervers. Jij was ook zo ooit. Kom, stap bij mij. Hoe bedoel je? Ik was ooit zwerver, bro. Iedereen was zo. Ah, jij gaat zo doen? Bro, jij bent zo zwerver dat je hebt dure auto, je hebt niet eens benzine, bro. Je bent aan het cappen, bro. Je bent aan het flexen. Maar zwerven zit door zijn auto nu, hè? Vieze geurtje in die auto, denk ik, man. Ja, man. Die auto stinkt, man. Ik ga guessen, man. Dan gaan we nog weer voor 10k spelen. Nee, bro. Ga jij maar gewoon lekker een goedkopere auto halen, kan je benzine betalen. Zo, ik heb wat hij zegt. Ik heb meer geld dan jou op de bank. Oh, hoeveel heb je op de bank dan? Je moet even gokken. 250. Oké, je hebt wel meer. Hoeveel heb jij? Ik heb ton. Nee joh, ton. Ja joh, maar geef mij gewoon 125. Dat maakt me niet uit. Geef mij gewoon 75.000 of zo. Zo, jij bent gek. Wacht. Wie is dit? Zit ik daar achter in de boven de auto? Wow, wie ben jij om deze gesprek te joinen, man? Ik bedoel je. Wow, rijd door, man. Oh shit. Oké, luister dan. Wil je meerezen? We hebben, zeg maar, aan deze man hier, hebben we allemaal 5k overgemaakt. Dus als jij ook 5k overmaakt... Oh, gaan we weer. Jullie zijn midden op de weg. Wat is dit? Ja, er is iemand in de auto gesprongen bij ons die niet gewenst was. Zwerven hier zo. Hé, hij gaat er weer in. Ik mag mee, toch? Oké, laat hem maar meegaan. Niks aan de hand, agent. Hoe heet je trouwens? Ik ben Connie Coleman. Hoe? Connie Coleman. Hij kon niet komen. Ik kon niet komen. Hé, hoe heet jij? Ik heet Vice, man. Oh, dit. Ik denk dat ze jou neppe Gucci noemen, man. Zo, ik heb het gezegd. Broer. Bro, die Gucci zit er nep uit, man. Ik wil je outfit zien. Bro, wil je haat op deze outfit? Wat is dat, broer? Wat zijn die schoenen? Bro, zijn gewoon... Maakt niet uit, HEMA. Maakt niet uit. Dat zijn geen HEMA, bro. Wat ben jij dan? Dat zijn van die action dingen, je weet toch van die action dingen? Nee, slangenleer. Nee, man, cap. Bro, wat cap? Kijk hier, man, bro. Met je halve garen baard. Wat is dit? Ik ga net hetzelfde zeggen voor jou, maar wat? Bro, kijk mijn baard is vol. Doe je pet af, ik wil je haar, ik wil je bovenkant. Ja.
Maar niet, bro. Ik wil je haar zien, pa. Bro, je kept te veel, man. Bro, lijkt alsof je baard is met potlood, bro. Bro, ik moet naar Turkije. Ik moet fixen. Ja. Ik denk dat het beter is, man. Maar laat je haar zien. Ja, ik hoef er niks te laten zien, bro. Je durft. We kunnen nu racen als je wilt. Wie is dit? Dan? Wie is dit? Zelfde persoon. Oh, nee, joh. Oké, lever 5k bij deze man in. Dan gaan we met z'n drieën racen. Bij wie? Bij die man met die rode hoed. Luister dan, denk je, ik heb geld. Ben je Mattie? Dit is mijn broer, dit is niet mijn Mattie. Dus ik moet 5k bij je broer inleveren. Ja. Wij hebben ook allebei ingeleverd. Klinkt als een scam, man. Is geen scam, bro. Nou, weet je wat? Ik geef die 5k aan hem als jij je haar laat zien. Bro, na de kaal, dat weet ik niet. Even een deal. Bro, ga niet beginnen. Bro, je haar is kaal. Je haar is kaal, die heb ik nog nooit voor. Bro, jij mag niet meeracen, jij moet gewoon weggaan. Of je maakt die 5k over. Bro, ga nou niet beginnen. Je gaat down. Wil je niet eens 1 tegen 1 of zo? Wil je 1 tegen 1? Kom, we gaan hier ineens tegenkomen. Oh, die jongens, hij weet niet. Boxburg op P is hier, bro. Hij weet niet. Met je clownschoenen. Ik heb één vraagje. Wat is je vraag? Wanneer is de laatste keer dat je voeten hebt schoongemaakt, man? Die stinken enorm, man. Ja, wat zijn dit, bro? Ik loop liever met stinkvoeten dan ik met dat loop, bro. Bro, wil je beginnen, bro? Als je maar 1 keer klapt, hebt, bro, je bent de lul. Kom. Jongens, ik wacht tot hij de eerste klap geeft. Kom. Sla. Met wat? Ik hou Karo bij me, hè? Hij gaat je helemaal. Bro, niet gek doen, bro. Niet gek doen. Ik geef je nu de laatste kans. Hey. Weet je... Boys, rustig, boys. Wow. Ik heb hem. Wacht. Ik heb hem. Hé, hey, joh. Oh. Wat is er, man? Wat is er? Wat is er? Dit is boksbeugel P, bro. Bro, dit was niet de bedoeling. Oh jongens, laat me snel in mijn achterbak die ding leggen voor de politie komt. Yo, we moeten even ambulance bellen, man. Waar is die boy? Is hij laag? Hij is laag, man. En mijn brada ook, man. Ik heb hem per ongeluk geraakt, man. Heeft je eigen broer geraakt? Ja, man. Met die boksbeugel toch? Yo, bro, je mag je handjes omhoog doen. Handjes omhoog. Welke handjes omhoog? Schenk tegen je broer. Handjes omhoog. Oké. Wat wil je pakken dan? Hand omhoog. Omdraaien nu. Omdraaien. Goed zo. Ik ga je even vieren. Blijf staan. Ja, toch? Weg naar nee, wat dood. Wat wil je vieren? Wat wil je pakken van mij? Ik ga je vieren. Oké, voel je mij. Waar is die boksbeugel gebleven? Welke boksbeugel heb je het over? Je praat over een boksbeugel met. Ja, bro, ik heb je genept. Ik had helemaal geen boksbeugel. Die heb je. Ja? Je wou me scammen, of wat? Ja, ik wou je scammen, bro. Wat wil je nu pakken? Hoe praat je nog stoer? Ik heb een check tegen je broertje. Wie stoer doen? Bro, waar is die boksbeugel? Oké, jongens, zoals jullie net zagen kwam er dus een aardbeving. Dat betekent dus dat de server wordt gereset en dan moet je opnieuw inloggen. Toen was de beste makker er niet meer, die me net heeft bedreigd met een mes. Maar in ieder geval, hij heeft niet mijn boksbeugel gepakt. Maar jammer dat hij er niet meer is, man. Maar ik kan je wel vertellen, we gaan die man zoeken. Als die man nog in de stad is, is die de lul. Dan moet ik sowieso even mijn brada bellen. Voor de mensen trouwens, die checken. Dit is trouwens mijn echte broer, hè. Yo, Hans. Waar ben je, bro? Ah, wacht, stuur me even locatie dan. Ah, stel GPS in. Ja, toch. Even naar Hans toe. Oh man, we gaan hem niet vergeten. De Gucci shirt en Gucci broek. Man wou ineens bivak opzetten. En hij mocht mij daar natuurlijk roven. Omdat hij wist dat ik een ook iets bij me had. Maar gelukkig had ik hem al in mijn auto. Lul. Daarom man, het is wat dingen gelijk in je auto zetten of bij je huis. Maar joh, die gozer is nog niet van mij af. Hansie! Lekker man. Hé bro, luister dan. Ik werd net gewoon dus met een nijf bedreigd. Omdat die omdat ik zei dat ik jullie ook nog koud had geslagen met een boksbeugel. Ja. Dat had hij niet gezien. Die man trekt ineens bivak op, bro, en hij zet een mes in zijn hand. Hij zegt hij wil mij fouilleren. Maar ja, ik had die ding al in mijn bakkie gezet, toch? Dus hij heeft hem niet kunnen pakken. En daarna kwam aardbeving. En toen ik terug de stad in kwam. Ja? Ja, was die man gevlucht voor die aardbeving, maar hij is niet meer teruggekomen. Wie, die Gucci guy? Ja, maar die Gucci guy, precies hij. Bro, oh, ik wil hem echt vinden, man. We gaan hem vinden, bro. Hoe noemde hij zichzelf ook alweer? Mokro noemde hij zichzelf, toch Vijs volgens mij. Deze man gaat het krijgen. Maar, fuck, hij heeft wel even lekker geslapen. Dat jij me mishandeld had, mijn tanden uit mijn mond, alles, bro. Ja, bro, ik schoot ineens uit, man. Waar zullen we gaan we zoeken?
Denk je dat hij nog aanwezig is of hij ligt te slapen? Ik weet het niet, man, bro, maar ik ga dit man wel onthouden. Ik heb even een berichtje gestuurd naar IJs. Kijk of hij aanwezig is. Bro, ik pak te veel boetes, man. Jopie! Gaan we racen? Jopie! Wat gebeurt er daar? Hé, maar wacht, dit is die Brabus. Hé, wie ben jij? Ik ben een taxichauffeur, man. Oh, Fijs. Oh, ben je niet Fijs? Nee, ik ben Chiquito. Oké. Okay. Ja, toch? Die deur ziet er wel echt mooi uit, bro. Maar ja, je kan wel je eigen auto repareren, dat is mooi. Ja, toch? Ik wou dus even IJs gaan bellen, of Passie. Beter. Waar IJs, man. Hoe is het nu, hoor? Rustig, hoe is het met jou? Rustig, man, je bent lang weg geweest. Ja, ik ben weer even terug de stad in, man, bro. En gelijk weer Heisa, man. Je weet toch, ik heb die boksbeugel. Bro, luister dan. Dus ik sla, zeg maar, ik zoek een beetje fitty, zeg maar. Maar er kwam ook zo'n andere guy bij. Ze wouden racen, toch? Mm-hmm. Hij zal eens zo'n guy kwam een beetje gek doen. En denk, goed moment om hem, zeg maar, eventjes klap te geven, toch? Aye. Bro, ik haal hem neer. Daarna, ik haal mijn broer neer, bro. Hans Piet dus. Bro, ze liggen. Het is weer voetbal. Ja, bro, luister. Dus nu, ik hou hun beiden neer, toch? Maar mijn broer per ongeluk. Nu, zo'n andere guy waarmee ik eigenlijk zou racen. Hij komt ook weer terug, toch? Hij zegt, wat is gebeurd? Ik zeg, ja, ik heb ze allebei neergeslagen met boksbeugel, toch? Ja. Maar bro, in die tussentijd had ik hem al in mijn kofferbak gedaan. Hij staat, die man zet bivak op en hij trekt Niffy. Je weet toch? Waar is die waar? Bro, ik weet die man, bro. Hij, want dus dit. Wat reed hij? Een Brabus, man. Hij noemt zichzelf IJs. Ik bedoel IJs. ik wou net zeggen, bro. Man. Nee, hij noemt zichzelf Fijs. Bro, maar nu, wat gebeurt er? Er komt zo'n aardbeving, zeg maar, in de stad, toch? Mm-hmm. Ja, daarna was hij er niet meer, man. Maar bro, deze man staat op mijn hitlist, man. Ah, we gaan hem zoeken, ja. Ja, toch? Ik ga nu. Ja, je gaat het bijna niet raden, pik. Je gaat naar casino. Ja, naar casino. Ik ben erbij. Ik ben er bijna, Mick. Ik hou je daar zo, hè. Ja, toch? Hey, breng een beetje extra geld mee, weet je toch? Rustig. Odi? Ja, bro, drive skills. Bro, je reed vol tegen die Lambo aan. Ik reed helemaal niet tegen een Lambo. Ik reed er langs, man. Hé, jongens, luister dan. Kennen jullie een... Oh god, ik ben weg hier. Met code 2 met 5 stierkont. Ik ben weg hier. Jullie kennen het, jongens. Code 2, pas op. Bro, parkeer je auto even een stukje verder, man. Wat was gebeurd? Ik moet gokken. Wat is gebeurd? Ja. Oh, I know, Kamarda. Ah, shit. Maar waar mag ik hem wel parkeren? Ik heb een goede kippen sneaky weg, kom. Jongens, mensen geven hier echt boetes, hè. Kamarda is heel de dag hier, bro. Kom eens iedereen boetes uitdelen. Boetes zijn niet te min. Hier zo? Ja, die zat die goed. Die kijkt leuk boete. Ja, toch? Bro, ik heb 8k om te gokken, man. Ik heb ook nog maar 8k. Ik ga 2k zetten op groen. Ach, kijk dat het in tijd. Dat ben gek. Kale 8. Oh! Ja! Oeh! Is hij gevallen? Hij is gevallen, bro! Bro, hij is gevallen. Mijn eerste drie. 76.000. Bro, gekke shit, man. Bro, ik ga hem gewoon nog een keertje op groen blazen. Nee, dat ga je niet halen. Bro, wat is dit voor misgunst? Oh, als hij nu weer op groen valt, dan word ik gek. Nee. Hij is hier. Oh, nee. Ja, valt hij. Bro, 2 keer achter elkaar. Ik zweer het je! Hoeveel geld heb je, bro? Bro, 140k, bro! Bro, dit heb ik nog nooit meegemaakt, hè? 2 keer achter elkaar. Ik ga nog 1 keertje. Danny, weet toch? Scheepsrecht. Waar is Mammoet nou weer? Heb je niet meegenomen, Piet? Oh, dit! Jongens, laat me even met rust, man. Ik ben geld van het leven aan het winnen hier. Hij moet op groen. Ja, nee. Oeh, jammer, man. Jammer, hij is niet gevallen. Jongens, good day is mijn lucky day. Jongens, laatst had ik deze luck gewoon bij Peter Piet Live. Nee. Jongens, ongelooflijk. 2 keer achter elkaar. Het kan me alleen maar vaker hier naartoe terugbrengen. Laatst nog 60k verloren. Hans! Yo! Kom mee! Ik ben mijn laatste geld aan het vergokken. Nee, bro, alles op mij, man. Kom, man. Bro, je bent mijn bro. Mijn geld is jouw geld. Peter, en doe hem niet doen. Hé, bro, laat mij met rust, man. Zonder van je geld. Bro, jij brengt mij ongeluk, man. Bro. Hey. Bro, wegwezen, man. Let's go. Alsjeblieft, laat het mijn lucky day zijn. Millie. Oh, jammer. Nog 1 keer.
Ah, 10k verlies valt nog mee. Ja, nou... Oh... Nou, ik heb zo net de 170k verloren hieraan, dus... Nog één keer, nog één keer. Jongens, kom op, man. Ben je weer aan het gokken, joh, dikke Oh, hey, ijs, je gaat me niet geloven, bro. Fuck, wat is er? Oh, nee. Ja, deze is ah, shit, nou, ik heb nu al weer verloren, maar ik heb net twee keer achter elkaar met 2000 op groen heb ik gepakt, man. Ja, maar kom weg hier dan. Heb je winst gemaakt, bro? Ja, 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 sowieso. Maar ik heb net alweer wat in dit apparaat gegooid. Hé, hey, bro. Wie zei dat net? Hé, wacht even, ijs. Yo. Deze man zei net tegen mij dat er mensen naar mij op zoek zijn, man. Wie zijn die mensen dan? Witte audio tape. Deze. Deze? Ze wilden een pistool op mij zetten. Wat zoek je, voor wat zoek je hem dan? Wat? Ik zoek helemaal niemand. Oh, de. Geen Peter Pieter dreigen hier, hè. Oh, de, zie je, ijs heeft mij, man. Zeg het ze, man, zeg het ze, man. Bitch, ass motherfucking bitch. De waggie is fresh. Ah, niet helemaal. Goed verzorgd. Hij is goed verzorgd. Nou, kijk aan deze kant niet echt. Ay, no, nevo. Je hebt hem gedeukt, man, bro. Ja, 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 ja. Wat moet ik doen? Zo ga je met je spullen om, broer. Wel, je weet toch. It's a way of life. Hé, hey, maar ik wil die ene guy zoeken, man. Ik weet niet waar ik hem ga vinden, maar... Ja, we kunnen wel zoeken, man, bro. Ja, toch? Oh, Daddy voel ik ook wel. Kijk, kijk. Wel, wil je racen, ijs? Wil je racen? No, no, no. Die van jou gaat sneller. Oh! Wow. Hey! Wow. Bro! Bro, schadevergoeding, man. Wow. Hey, bro, kan je niet rijden of zo? Bro, schadevergoeding. Hey, volgens mij ben ik geraakt door deze auto, man. Bro, gooi schade op mij, man. Jullie gaan me echt code 2 geven, boy. Dat komt weer aan zetten. Laten we maar weer gaan. Hey, moet ik de auto in het garage zetten? Ja, toch? Alright, laat me hem wel even pakken, man, Hans. Sowieso, bro. Hey, dit blijft wel een dikke auto, hoor. Luister dan, nee. Deze auto, broer. Is de auto. 9 van de 10 kom je weg met die auto. Ik zeg eerlijk, hè, boksbeugel P is wel aanwezig, man. Ik heb hem uit de kofferbak meegenomen, man. Wat is mee? Die ding? Ja, man. Ik ben iedereen aan het checken, bro. Paranoia P. Wat die van mij vandaag is ook nog geschenkt. En ik zoek ook nog twee andere guys die gesnitcht hebben, dus... Oh, shit. De mannen die we zoeken. Hij had een zwarte Brabus, man. Is dat niet een gas naar links? Rechts bedoel je. Rechts, ja. Andere links. Vroeger was links de andere kant op. Yo, bro. Yo. Yo, man. Yo. Hoe gaat het? Goed. Oh, D, je komt me bekend voor, man. Hey, ben jij niet toevallig, Fijs? Nee, man. Oh, D, hoe heet jij dan? Raf, man. Hoe? Raf. Raf. Hey, Raf, fijne dag, man. Ik ben de Raf. Veel mensen blazen Brabus, man. Ja, man. Koud, heel veel. Is een soort van die AMG-pakket in real life, zeg maar. Yo, Zombie, you got a gun on you. Largest high reps. Hey, Zombie is also in this car. Yeah. What up, Zombie? My name is... Yeah, you know my name, but my English is not so very well. Geen probleem, man. But you snap mij wel, you know? Hey, yeah. Louis van Galoele. Ja, Hans, je gaat er vandoor? Ja, man, broeders, ik ga er vandoor. Ik heb even afspraak hier zo in deze hoek. Ga je zien, man. Het komt wel, broeders. Kusjes, geef me dan kusjes. Kusje terug, man. Beter vinden we iemand met een bivakje of zo, man. Pietboost. Oh, wow, wie is dit? Als je dat bij ons deed, bro, boksbeugel P in zijn nek, man. I need that guy. De police officer. Hoe heb je hem nodig? Ik kan hem ontvoeren, man. Maar ik moet een goede ding wist. Dus toen die A6 kwam aanscheuren, broer. Wacht even, wat? Wat gaan we doen? Ik ga deze motherfucker pakken. Bro, moet ik de verschrikkelijke pingwing opzetten? Nee, hoeft nog niet. Oh, bro. Want we gaan hem nu nog niet pakken. Maar hij is op mijn netvlies, bro. Deze man heeft wapen getrokken. Op mijn terrein, bro. Echt gek, broer. Oh, de koude knieschijven eraf slaan. Wow, kom, we pakken hem nu. Kan ik niet doen alsof ik hem iets wil vragen. Alleen, dan moet ik dat dan met een masker op doen. Nee, want ik ga hem denk ik wel doodmaken. Oh, de. Waar zijn we in beland? De ijs is gek. Ijs, ik weet niet of ik hier medeplichtig van wil zijn, maar... Je hebt geen keuze, broer. Oh, ja, oké, je hebt gelijk. Soms moet je ook de nadelen aangaan, hè. Luxury life met ons is goed. Ja. Maar dit zijn de nadelen.
Ja, maar, ook oplossen. Maar zeg maar, een politieagent ontvoeren en door zijn knie schijven schieten is wel heel erg. Van de negatieve kant. Respect. Maar, hey, maar ik ben, mag ik hem wel een vuist geven met die boksbeugel? Dat kan je misschien ook nog doen, ja. Oh, bro, hij weet niet wie boksbeugel P is.